Op 1 juli 2024 gaat de nieuwe wet seksuele misdrijven in. De wet zorgt ervoor dat meer vormen van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar worden. Het gaat dan om seksuele intimidatie in het openbaar, zowel online als offline. Dat vind ik een ander verhaal. Hè? Wat u zegt van als het over het naroepen gaat, of het fluiten, of eens een keer een knipoog. Dat denk ik, nou, dat moet kunnen. Op het moment dat het over het op het werk is, of iemand wat meer onder druk zetten, ja, dan vind ik dat het heel goed dat hij zo strafbaar is. Ja, je hoort nou in de media, maar Ali B en zo en al die toestanden meer. Dus. Want toevallig ben ik bij die rechtszaak een paar dagen terug geweest van Ali B. Ja, die heb ik helemaal bijgewoond, die 3 dagen. En dat vind ik uit de zotte wat daar gebeurt. En hij ontkent alles. Ali B heeft geluk. Die heeft geluk. Want als die wet er al was geweest, dan was hij gegarandeerd veroordeeld. Mijn dochter woont zelf in Amsterdam en ik denk dat het daar wel meer voorkomt dan hier. Ik moet zeggen dat ik me altijd best veilig heb gevoeld. Maar als ik bijvoorbeeld ging stappen in de stad of zo, dan had ik soms wel... Dat ik het soms minder fijn vond. Als ik in grote menigte was met veel mensen, veel dronken of aangeschoten mensen. En dan toch wel merkt dat je iets meer op je hoede bent. Ja, ik ben er wel heel blij mee. Want als je ziet wat er allemaal gebeurt, dan denk ik wel dat dat wel heel fijn wordt. Dat het strafbaar wordt. We hebben ook heel veel lessen daarover, dus dat is wel heel fijn. Ja, gewoon dat je niet zomaar bijvoorbeeld blootfoto's of zo iets moet sturen of dat soort dingen. Ja, weet je... Als je vroeger langs een bouwplek liep, toen je jong was en de bouwvakkers floten, nou, dan dacht je van, weet je. En nou mag dat allemaal niet meer. Ja, weet je, het is zo, ja, hoe moet ik het zeggen? Vroeger kon dat gewoon, hè. Maar dat iemand betast wordt of zo, dat vind ik dus, dat kan dus echt niet. Als daar een wet voor komt, dat zou ik wel heel goed vinden, ja. Ja. Maar ik denk dat iedereen eigenlijk wel weet wat de bedoeling is en hoe het moet. Maar heel veel mensen denken van, joh, het zal mijn tijd wel duren. Voor mij is de grens van, het ziet er leuk uit fluiten, ja, moet kunnen, denk ik. We moeten ook niet doorslaan naar de andere kant, maar dat is heel lastig. Het is gewoon raar dat het nog te veel gebeurt. En ik vind het wel gewoon goed dat er echt wetten voor op worden gesteld. Dat het gewoon echt officieel strafbaar wordt. Want anders dan denk ik dat het lastig in te dammen is eigenlijk. Ja, ik wist niet eens dat het niet strafbaar was. Dat het nog strafbaar moet worden. De grens ligt natuurlijk voor iedereen, dat is voor iedereen anders. Maar ik denk wel dat het goed is dat er meer bij stil wordt gestaan. Dat het niet altijd gewenst is. En dat het nu ook echt vaststaat dat het gewoon, ja, dat je erop gepakt kunt worden, zeg maar. Ja.